Wat is het verschil tussen een basic en een custody account bij de Giro? Nou, met een basic account kun je wel beleggen in producten met een hefboom. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan turbo's, sprinters, maar ook CFD's, Contracts for Difference. Daarnaast is het zo dat je met een custody account iets beter beschermd bent op het moment dat een broker zoals de Giro failliet zou gaan. Dat komt er namelijk door dat de Giro, als je een basic account hebt, de Giro je aandelen uitleent. Dat doen ze om iets meer winst te maken en de kosten voor iedereen laag te houden. Het zorgt er ook voor dat je in het geval van een faillissement net iets meer risico loopt. Al moet ik wel zeggen dat persoonlijk dat risico eigenlijk heel erg klein is. Aangezien in het geval van een faillissement de Giro heel veel verschillende veiligheidssystemen heeft. En je voor een gedeelte ook gedekt bent door de Nederlandse staat. Dus een custody account is iets veiliger. Over het algemeen ook net iets duurder als het gaat om het aankopen van aandelen. Voor de meeste mensen zou ik zeggen dat een basic account in dat geval goed is.